En we hebben van US Foods onlangs een pakketje ontvangen. We hadden het al eerder samen gewoon besteld van ons eigen geld. En hadden ook zelf uitgekozen wat we wilden hebben. En dit keer hebben we ons gewoon laten verrassen. En hebben we wat dingen opgestuurd gekregen. Om dan uit te proberen. En ik weet al wat in het pakketje zit. Maar Diana nog niet. Dus pak maar. Ja, deze had ik al gezien. En dat had ik ook al verteld, want ik kon het niet inhouden. Doei. Het zijn een soort van gedroogde maiskorrels. Echt heel lekker, ik had ze al vorige keer besteld. Hier ben ik heel benieuwd naar, want ik ben echt gek op M&M's. Ik wil alles met chocolade. En dit zijn almond M&M's, dus met amandelen. En het is gewoon een groot pak, dus hier kunnen we lang mee doen. Volgens mij. Ja, leuk. Oké, het zijn de limonade gedichtjes. Ja. Dat had ik weer ook al verteld. Even kijken. Wat is dit? Volgens mij, van wat ik heb gelezen, dan neem je zo'n zakje en dan voeg je daar suiker aan toe en dan nog water en dan heb je limonade. En we hebben, oké, dit is citroen en dit is, ik denk, Grape. Waar? Ja. Grape. Ja. Dat is Tim. Daarna. De grote, hè? Dit zijn marshmallows, mensen. Het zijn mini marshmallows. Het is zo schattig. Echt heel lief. Het is schattig. Wat ga ik ze uitpakken? Iets wat ik. Oh, wat heel toepasselijk is voor Valentine. Wat zijn het? Hartjes. Sweethearts. Het zijn gewoon, ja, snoephartjes volgens mij. Met tekst op. Oké, dit zijn. Oh, gewoon simpele Skittles of zo. Dat wordt een bite size. Oftewel Skittles, zure Skittles met zure Skittles smaak. Het zijn twee oh my God. Chocolate cookie bar peanut butter milk chocolate. Nou, oh, die was ook een lange naam. Maar het zijn eigenlijk gewoon Twix, maar dan met pindakaas. Oh, dit zag heel lekker uit. Ja. Dit is Lucky Charms marshmallow treat. Dat is een soort van whitening, denk ik wel. Het is echt heel geniaal. Ik ben heel benieuwd. Voor mijn gevoel is het cornflakes in een pakje. Gewoon cornflakes in een candy bar. Dat is leuk. Daar hebben we dus gewoon twee van. Oh, perfect. Dus, oké. Laatste. Die hadden we ook van zin. Ja. Wonka Everlasting Jawbreakers. Jawbreakers. Ja, het zijn van die soort van kauwgomballen. Dan moet je dan zo lang mogelijk op kauwen. Dan verandert het steeds van kleur en shit. Met rekenen. Ja. We hebben een paar lekkere, nou ja, aparte dingen uit de doos gehaald om te proeven. En dat gaan we nu voor jullie doen. De dingen die we hebben gepakt zijn de M&M's Almonds. De Lucky Charm Treats met Marshmallow. De Jawstoppers. Ik kan de naam niet uitspreken. Die. En de Twix peanut butter. Nou, dit is zo groot zijn. Echt heel groot. En ze verschillen ook allemaal van de vorm. Voor mij voelt het oké. Proberen? Ja. Ik maak gewoon naar. Gewoon naar M&M's. Ik maak naar M&M's. Met. Ze zijn wel zachter. Gewoon M&M's. En je smaakt wel als een noot iets anders is. Ze hebben ook altijd heel leuk voor die stapels achter ons staan. Ik weet echt niet of je het kan zien, maar. Oké, je ziet waarschijnlijk helemaal niks. Oké, volgende. Dat wil je? Die? Doe maar eens. Zullen we deze doen? De Lucky Charm Treat. Marshmallow. Voor een steek in een pakje, volgens mij. Ja. Dit is hem. Ja, helemaal uitgehaald. De onderkant. Het zal wel iets van met chocolade of yoghurt zijn. Of yoghurt, ja. Dus. Nou, wat doen we? Als het kan, ja. Ja. Het ruikt nergens. Het ruikt nu wel een beetje naar zoet. Best wel lekker eigenlijk. Ja, ja, heel erg cornflake-achtig. Ja, en marsepein. Van die kranen cornflakes. Gaan we nu wel opeten? Ja, ook wel. Oké. Volgende. Chocola. Weer. Twix. Chocolate cookie bars. Peanut butter. Met milk chocolate. Pindakaas. Met extra veel chocola. Ja. Wacht. Zullen we het proberen binnenkort te laten zien? Ja.
Het lijkt niet op pindakaas eigenlijk. Nee, wat daar boven zit is lijkt pindakaas. Me een soort... Dat is pindakaas, ja. Ja, daaronder is chocolade. Oh, die is best wel zacht. Wel lustig. Dat is helemaal geen pindakaas. Jawel. Oh, die pindakaas smaakt wel sterk. De bovenste is een koekje. Nee, het onderste is koekje. Nee, het bovenste is koekje. Onderste is koekje. Bovenste is koekje. Onderste is koekje, sorry. Laatste. Hebben we echt nog vier producten? Ja. Oké. Nou, ik denk, zit je bij stil les? Ja. Kom. Heel benieuwd naar de jobstoppers. Dit is. Ja. Dit is trouwens van Willy Bonka. Dat vind ik zo leuk. Ik moet gelijk terugdenken aan Charlie en de chocolade. Fabriek. Het is anders dan ik had verwacht. Ik heb groen en dus nog oranje. Oké, rood. Oh, dat is anders. Ze zijn hard. Nou, ze worden ook hard zijn. Ze veranderen steeds van kleur. Oh. Ik smaak appel. Ik heb een groen. Ik smaak sinaasappel. Welk haartje? Oranje. Ja. Oké, dan hebben we nu vier dingen geproefd. Ja. En hebben we allebei wel een favoriet van de vier dingen die we hebben geproefd. Ja. Die van jou is die de marshmallow Lucky Charms. Vond wel lekker en ja, een beetje hard, maar wel super. Ik vond de M&M's denk ik uiteindelijk het lekkerst. Ze zijn niet zo verschillend van normale M&M's, maar het maakt niet uit. Ik vind het gewoon leuk dat ze ook groter formaat zijn dan normaal. Ja. En dat is dat absoluut niet. Dit ik vind zij ja een no-go. Ik vind hem wel oké op zich. En die, ja, wel lekker. Maar je bent heel lang bezig voordat je eentje op hebt. En als je dan doorbijt, is het super, super zoet. Dus je moet ervan houden. Nou, dat was het, ons filmpje. Ons unboxing filmpje. Al wist Fleur al wat erin zat. Nou ja, bedankt voor het kijken. Ja, tot de volgende keer. Ja. Doei. Doei.